En we zijn in Herselt. Nu kan ik nog lopen, zoals je kunt zien, maar straks niet meer. Annette. Ik zit op het verkeerde spoor. Ik kan een beetje vals spelen, niet filmen, hè. Ik heb 3 keer mijn benen moeten gebruiken om te voorkomen dat ik zou vallen. Dus het is voor mij de eerste keer dat ik eigenlijk zie hoe moeilijk het is als zeker de borduurtjes zijn aangepast om als rolstoelpatiënt er openbaar weg te komen. Zo'n een hele dag. Ja, maar dan had ik alles willen doen. Bijvoorbeeld naar de winkel laten gaan, geld gaan halen uit de muur, naar het toilet laten gaan. Dat is echt de moeilijkheden. Kennen van de rolstoelpatiënten. Oké, dank je. Nou, bellen en rijden. Ik heb een telefoongesprek. Ja! Maar diegenen die die benen niet kunnen gebruiken, in die situatie, dat die gewoon tegen de grond gelegen. Dus ik heb nu aan de lijve ondervonden dat geen aangepaste drempel is. Bijna onmogelijk, zeker met die kleine voorwieltjes. Ook de hoogte van het pad, als je daar rakelings moet voorbij gaan en met dat verkeer dan daarnaast, is toch beangstigend. Oh, dat is rap!